De kinderkring in de Sterrentuin in Leiden-Dorp is weer open. Vanwege de coronamaatregelen was de kinderkring voor een lange tijd dicht. Maar vanaf dinsdag kunnen de kleinste Leiden-Dorpers weer komen spelen. De kinderkring was een stichting die 37 jaar bestaat. En dat is voor allerlei soorten kinderen van 0 tot 4 jaar. Die kunnen dinsdag en donderdag hier komen spelen. Het heeft ook een sociale functie, want allerlei mensen van allerlei gradaties zitten hier, allerlei culturen en gaan samen gezellige gesprekken aan en wisselen ook wisselen allerlei dingen uit wat bij kleine kinderen kan gebeuren, hè, wat ze niet weten. Voor de vrijwilligers voelt het gek om weer open te zijn na zo'n lange sluiting. Je hebt anderhalf jaar heb je geen niets te doen. En ook daardoor, wat je opbouwt, ben je ook weer even kwijt. De kinderen die we hadden zijn natuurlijk inmiddels 4 jaar al, of boven de 4, dus komen niet meer. Dus we krijgen nu weer hopelijk een hele grote groep met kinderen, nieuwe kindertjes, die kunnen komen spelen. Het is nog niet zo druk als voorheen. Maar de vrijwilligers hebben er alle vertrouwen in dat de drukte weer toe zal nemen. Meestal hadden we 20, 25 kinderen en dat is het nog niet, maar dat komt vanzelf wel. Want in de corona mogen er ook niet zoveel in. We mogen nu officieel 12 ouders hebben en dan kinderen onbeperkt. Maar ouders wel, ja, en de nieuwe regels weten we niet. Dat moeten we afwachten. De kinderkring is elke dinsdag van 9 tot 11 geopend. Bij voldoende animo en vrijwilligers gaat de kinderkring later dit najaar ook op donderdagochtend open.